Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is minister Benjamin Dalle, minister voor onder andere media. En het is over dat beleidsdomein dat ik met hem vandaag een gesprek ga hebben. Welkom, minister Dalle. Dank u wel. Meneer de minister, de media is natuurlijk een sector die volop in beweging staat en waar u altijd veel aandacht voor hebt. Ook binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht is er aandacht gegeven aan de mediasector. U hebt een plan uitgewerkt daarbinnen. Misschien kan u best even zelf vertellen wat de speerpunten zijn van het relanceplan voor de media. Ja, misschien eerst even de filosofie ook daarachter aanhalen. We zitten in een bijzonder snel veranderend medialandschap. We hebben in Vlaanderen ook heel sterke mediabedrijven, een krachtige openbare omroep, grote spelers die ook in het buitenland actief zijn en ook een heel divers landschap met ook kleinere spelers die een heel mooi aanbod hebben. En de bedoeling moet zijn dat die spelers die vandaag een sterk aanbod hebben, vandaag veel gelezen en bekeken worden en beluisterd worden, dat die dat ook binnen 5, binnen 10 jaar kunnen doen. En in een zeer uitdagende internationale context, in een steeds meer digitale omgeving, hebben we daarvoor de mediasector willen ondersteunen. We hebben verschillende lijnen, 6 projectlijnen in totaal, met een totaal ondersteuningsbedrag vanuit Vlaamse Veerkracht van 35 miljoen euro. Ik zal misschien kort door die verschillende punten gaan, als dat voor u goed is. Dat is prima. Willen we werken aan een cross-mediaal multiplatform meetsysteem. Waarover gaat dat? We stellen natuurlijk vast dat de mediabedrijven steeds meer actief worden op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld kranten zijn niet alleen te lezen op krant op papier, maar gaan ook digitaal werken, uiteraard met digitale abonnementen, digitaal aanbod ook met applicaties, digitale applicaties. We gaan vaak ook audio, gaan vaak ook video uitspelen. Hetzelfde geldt voor televisiebedrijven, die doen al lang niet meer gewoon televisie. Die werken ook online, die gaan ook met audio werken, ook met applicaties en dergelijke meer. En ook in de radiosector is dat het geval. En als je daar echt wil op inspelen, dan moet je ook natuurlijk weten wat je bereik is bij de Vlaamse mediagebruiker. Moet je ook weten hoe je die Vlaamse mediagebruiker nog beter kan bedienen. Vandaag hebben we een eerder voorbijgestreefd een oud systeem van de SIM, kijk- en luistercijfers, die eigenlijk het kijkgedrag op de televisie gaan nagaan, met die bakjes die sommige mensen thuis hebben in het gezin. Wij willen echt werken aan een systeem dat echt kan meten wat het effectieve mediagebruik is van de Vlaming, niet alleen op televisie, maar ook online, ook via applicaties en dergelijke meer. Het voordeel is dat je dan ook veel gerichter kunt werken. Je hebt een veel betere kennis als mediabedrijf van waar de Vlaming actief is, wat hij precies consulteert en op welke manier. Je kan dan bijvoorbeeld ook veel efficiënte reclamecampagnes aanbieden. Dus dat is een heel duidelijke projectlijn die we ook samen met de verschillende betrokken mediaspelers zullen ontwikkelen. In totaal voorzien we daar 4 miljoen voor. Dat is ook voor het verdienmodel van heel wat spelers belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar de regionale omroepen. Die zijn nog niet altijd helemaal mee met die digitale omschakeling. En dat komt ook doordat zij door de teledistributie, door de telecombedrijven, vergoed worden op basis van kijk- en luistercijfers. Die natuurlijk puur op basis van lineaire televisie werken. En dat is voor hen eigenlijk een bijna negatieve incentive om niet al te veel toch van lineaire televisie weg te gaan. Hè. Dus dat is toch heel concreet. Tweede projectlijn gaat over de mediahub. Wij willen eigenlijk dat de mediasector, zeker ook de televisieproductie, de audio- en videoproductie, dat die beschikken over een online cloud, een cloudsysteem, maar niet beperkt tot één bedrijf, maar dat open staat voor alle mediabedrijven. Vandaag, alle grote spelers, ook de kleinere, werken wel met cloudsystemen, al dan niet gekocht of gehuurd van grote operatoren. Maar het probleem is dat dat zeer versnipperd is. En als je bijvoorbeeld videofragmenten wil uitwisselen tussen bedrijven, dat niet vlot gaat. Met zo'n cloudsysteem willen we de bedrijven, maar het kan ook breder gaan, dat bedrijven, ook scholen kunnen daarbij betrokken worden, ook niet-mediabedrijven kunnen daarbij betrokken worden. We willen ervoor zorgen dat daar een cloudsysteem is dat beschikbaar is voor iedereen. In totaal voorzien we ook daarvoor een totaalbedrag van 4 miljoen euro.
Een volgende punt gaat over, over desinformatie. We stellen hoe langer hoe meer vast dat, dat ja, valse berichten circuleren, vaak uit het buitenland, vaak via sociale media. En we willen de weerbaarheid van de Vlaming tegen die desinformatie versterken. Een absoluut speerpunt daarin is, is wat we noemen mediawijsheid en digitale geletterdheid. Dus we zorgen dat, dat onze mensen dat die goed kunnen omgaan met informatie, dat ze weten waar ze goed nieuws kunnen vinden, waar ze ook fact-checking kunnen vinden. Daar gaan we fors in investeren. We willen ook dat, dat er nog meer onderzoek gebeurt rond desinformatie, dat er sterker academische inzichten komen. En we willen ook innovatieve tools en technologie laten ontwikkelen om desinformatie goed te kunnen detecteren. Denk bijvoorbeeld aan, aan deepfake video's. We hadden nog Tom Cruise bijvoorbeeld, die enkele maanden geleden in een deepfake video voorkwam. De Ideale Wereld heeft zelfs een spotprint van mij gemaakt, waar ik als deepfake persoon werd voorgesteld. Maar het is zeer belangrijk dat we eigenlijk innovatie hebben, dat we digitale tools hebben die dat ook kunnen ontmaskeren. Zodat journalisten bijvoorbeeld daar ook in gesteund worden. Want sommige deepfake-video's zijn zo goed dat het geoefende oog zelf niet ziet dat dat vals is. Maar technologie, artificiële intelligentie kan daar wel in helpen. En een laatste punt is dat we ook autonome redacties, journalistieke redacties willen ondersteunen met analytische methodes en dergelijke meer. Ook hier, ik heb u dat ook al in een vorige podcast eens gezegd, de bedoeling is allerminst om vanuit de politiek ons daarin te moeien. Wij willen natuurlijk geen ministerie van waarheid. De politiek moet daar vooral niet intussen komen. Wij willen vooral dat, dat redacties, dat journalisten goed gewapend zijn met technologie om daar ook werk van te kunnen maken. In totaal wordt voor die desinformatie, die weerbaarheid daartegen, wordt 3 miljoen euro voorzien. Volgende, ik heb het er al eventjes over gehad, gaat over de regionale omroepen. We hebben in Vlaanderen en Brussel 10 regionale omroepen. Voor de Vlaamse regering zijn die uitzonderlijk belangrijk. Je hebt ja, sterke nationale spelers in Vlaanderen, maar we hebben ook regionale omroepen die nieuwsberichten, verhalen brengen van dicht bij de mensen. We vinden dat uitzonderlijk belangrijk en we willen ook dat zij zich kunnen aanpassen aan dit digitale tijdperk. In totaal voorzien we daar een totaalbedrag van 2 miljoen euro om hen daarin te ondersteunen. En dan hebben we zowel in een samenwerking tussen mijn collega Hilde Krivits voor innovatie en haar administratie Vlaio en mijn eigen departement Cultuur, Jeugd, Media, gaan we projectoproepen lanceren voor een totaalbedrag van 21,5 miljoen euro. Dus je ziet dat daar enorm in geïnvesteerd wordt en dat is ook niet toevallig. We hebben heel dit plan uitgewerkt samen met de mediaspelers, de grote, maar ook de kleine, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door Media 21, en ook met input van de academische sector. En die idee dat we niet als overheid willen zeggen welke innovaties er moeten komen, maar dat we vooral ook datgene wat vandaag bottom-up ontstaat bij mediabedrijven, dat we dat willen ondersteunen, dat staat wel centraal in dit plan. Waarover gaat dat? Dat gaat ten dele over het verbeteren van de vindbaarheid en de zichtbaarheid van Vlaamse media content. We hebben vandaag een zeer sterk aanbod, niet alleen op vlak van nieuws, maar ook op vlak van fictie bijvoorbeeld, sport, cultuur, ontspanning. Maar het is een uitdaging in een wereld waar de Googles, de Facebooks, de Amazons en de Netflixen prominent aanwezig zijn, om die Vlaamse content heel zichtbaar te maken, te zorgen dat de mediagebruiker in Vlaanderen daar ook gemakkelijk toegang toe heeft en daar naartoe geleid wordt. En daar willen we projecten die dat waarmaken, met algoritmes bijvoorbeeld, met slimme data willen we ondersteunen. Tweede gaat over slimme technologie en digitale tools om de efficiëntie, de kwaliteit van mediaproductie, de opslag, de distributie, de waardecreatie te verhogen. Dat kan gaan over heel diverse zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over text-to-speech. Denk aan systemen van dubbing bijvoorbeeld. Denk aan iets als Siri op uw iPhone die in Hollands-Nederlands spreekt. We willen ook zeker dat de Vlaamse sector daar ook aanwezig is, dat we daar alle projecten die daar komen ook een kans kunnen geven. En tot slot gaat het ook over de mediaplatformen van de toekomst. Ik heb het al gehad over die cloud. We moeten echt gaan naar nieuwe digitale toepassingen, cloud-toepassingen, ook applicaties die ons mediagebruik verder kunnen ondersteunen en die digitale weg kunnen versterken. Het geheel van die 35 miljoen moet er dus voor zorgen niet dat de balansen van onze mediabedrijven zomaar verbeteren, maar dat die echt klaar zijn voor de toekomst, dat er echt nieuwe projecten komen die zorgen dat onze Vlaamse mediasector, die sterk staat internationaal,
dat die zelfs een voorsprong kan krijgen. En ik wil misschien aangeven dat we ook dit plan natuurlijk grondig doorgepraat hebben met de Europese administratie. Zij waren onder de indruk, omdat ze vaststellen dat er nergens anders in Europa in het kader van de relance zo geïnvesteerd wordt in media. In Nederland zijn ze daar ook sterk bezig, onder andere op het vlak van crossmediaal meten. Maar zo'n alomvattend plan in het kader van relance is eigenlijk wel vrij uniek in Europa. Je merkt het ook in Franstalig België. Ik heb zeer goede contacten met mevrouw Bénédicte Linard, die in de Fédération Wallonie-Bruxelles bevoegd is onder meer voor media. Zij is ook op de hoogte op onze plannen. Onder meer op het vlak van crossmediaal meten is het belangrijk dat zij op termijn daar ook in kan meestappen. Maar op dit moment is langs Franstalige kant geen gelijkaardig plan voorzien. Dus ik ben eigenlijk wel fier dat we met de Vlaamse regering in het kader van die veerkracht, die Vlaamse veerkracht, in het kader van die relance, dat die digitaliseringstendens ook echt doortrekken naar de media en daar ook de mediasector extra willen ondersteunen. Ja, daarmee hebt u inderdaad al een vraag beantwoord die ik ook had, namelijk de reactie van Europa. Heel interessant om te weten. Nu, een ander punt wat je vaak op sociale media ook tegenkomt en dergelijke, dat is dat men de vraag heeft naar de typische verdeling in de sector. We zitten in een mediasector waar een aantal grote spelers zitten en een hele reeks kleintjes. Die kleintjes die hebben soms de schrik dat het moeilijk gaat worden om in een projectoproep om daaraan kunnen mee te doen. Een projectoproep vergt nu eenmaal ook extra werk om zulke dossiers samen te stellen. Gaat daar specifiek naar gekeken worden om tot een verdeling te komen of tot een systeem te komen dat de kleine spelers ook kunnen meerekenen op dit plan, op deze relanceplannen? Ja, dat is zeker het geval. Hè. Dus voor elk van de projectlijnen hebben zij ook de kans om mee te werken. We zijn daar zeer open in. Als kleine spelers bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn, ik zeg maar iets, in de Mediahub, dan mogen zij aansluiten, kunnen zij ook samenwerken in het consortium die daarvoor zal opgericht worden. Maar heel specifiek ook in die projectoproep, hè, die 21,5 miljoen euro, zal er een onderscheid gemaakt worden tussen een projectlijn gericht op grootschalige projecten, want die zijn ook wel belangrijk, en ook een projectlijn gericht op kleinere projecten. En dat is net ingesteld, dat gaan we net doen, zeker ook om kleinere mediaspelers een kans te geven om ook te kunnen rekenen op ondersteuning, om die digitale omslag ook te maken. Het is ook zo dat voor die projectondersteuning, dat we vragen om samenwerkingen op te zetten, om dat niet alleen te doen. Dit plan mag niet te goede komen aan één speler, dit moet te goede komen aan heel de sector. En dat betekent dat we vragen om projecten in te dienen met verschillende spelers. Voor de grootschalige projecten vragen we daar de samenwerking van 4 relevante partners. Voor de kleinere projecten vragen we ook dat er samenwerking is, maar dat kan vanaf 2 relevante partners. Dus op die manier willen we ook zorgen dat kleinere spelers de kans krijgen om in te tekenen en om hun sterke projecten ook naar voren te schuiven en in te dienen voor Vlaamse ondersteuning. En zal er misschien ook de mogelijkheid zijn om tot een samenwerking te komen tussen de grote enerzijds en de kleinere speler anderzijds? Die samenwerking gaat ook bevorderd worden. Ja, dat is absoluut mogelijk. Hè. En dat hangt ook, in die zin, we werken echt bottom-up. Wij gaan niet zeggen aan doorbraak, u moet nu met DPG Media samenwerken. Maar als jullie daar dat wensen, kan dat zeker, of een ander bedrijf, ik geef maar een willekeurig voorbeeld. Maar elk voorstel kan daar komen. En het zal vooral zaak zijn om ook onder de mediaspelers daar de nodige netwerken, de verbanden te leggen. En dan zullen wij dat ook honoreren als dat sterke projecten zijn die toekomstgericht zijn. Ja, want bijvoorbeeld het eerste wat u vermeldde, het meetsysteem, zeer interessant natuurlijk, een meetsysteem voor diverse platformen, dat kan ook iets heel ingewikkeld worden. Zal er gevraagd worden aan diegenen die dat erop intekenen en die ermee aan de slag gaan, om het ook zodanig te ontwerpen dat het heel breed inzetbaar wordt, dat het bruikbaar wordt voor een hele verscheidenheid aan spelers in de mediasector? Ja, dat is absoluut het geval. Hè. Het moet een gedragen systeem zijn dat nuttig is voor alle relevante spelers. Dat hebben we ook van in het begin gezegd. Het crossmediaal meetsysteem is iets waar we al langer mee bezig zijn, al van voor de Vlaamse veerkracht, maar waar we nu extra middelen voor kunnen uittrekken. En de bedoeling is dat het inderdaad mediabreed over alle mediabedrijven gedragen is, zodat het nuttig is, niet alleen bijvoorbeeld voor regionale omroepen, niet alleen bijvoorbeeld voor de grote nationale spelers,
maar ook, ook voor iedereen die denkt daar voordeel bij te kunnen halen. Ik zie ook een grote toekomst voor gezamenlijke reclamecampagnes, gezamenlijke methodes om reclame aan te bieden. Vandaag is dat landschap vrij versnipperd. Het is ook niet zo, hoe zou ik het zeggen, fact-based hoe men dat aanbiedt aan de klant. Ik kan niet in groot detail zeggen wat het bereik is op de verschillende media. Met het crossmediaal meetsysteem ga je echt veel fijnmaziger kunnen werken. Ga je ook echt samenwerking kunnen opzetten over de verschillende media heen. Televisie, radio, papier, online. Om zo een nog veel, veel interessanter aanbod te kunnen aanbieden aan adverteerders. Het is natuurlijk heel goed dat er budgetten worden vrijgemaakt om dingen te gaan ondersteunen. Er zijn er dan natuurlijk ook altijd die de vrees hebben dat een overheid te veel op de markt zou komen van de privéspelers. Is er in die zin al kritiek geweest van sommige spelers die zeggen van ja, maar dit is onze markt, van daar moet de overheid van wegblijven? Wat ik soms hoor is van waarom investeren jullie geld in een sector die mooie winstcijfers boekt. Hè? Onze grote spelers, denk aan DPG Media, denk aan Mediahuis, ook Roularta bijvoorbeeld. Die hebben, zeker de eerste twee, hebben vorig jaar uitstekende cijfers opgetekend in moeilijke tijden. Hè? Dus de advertentieinkomsten zijn fors gedaald vorig jaar door corona. Maakt ook dat we in het corona-noodfonds daar extra middelen hadden uitgetrokken voor de mediasector. Maar zijn erin geslaagd om in die context toch andere inkomsten te verhogen, bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe abonnees. En sommigen zeggen dan, ja, waarom trekken jullie geld uit voor mediabedrijven die het vandaag al goed doen? Willen jullie dan eigenlijk de balansen van die bedrijven en die aandeelhouders rijker maken? Dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt een onjuiste kritiek is, omdat wij hier niet bezig zijn met gewoon steun te geven aan bedrijven. Nee, wij willen innovatieve projecten ondersteunen die er vandaag niet zijn of die er onvoldoende zouden zijn zonder die ondersteuning, om ervoor te zorgen dat die mediasector ook in de toekomst daar staat, ook in de toekomst sterk is. Vandaag hoor je bijvoorbeeld uit Nederland soms de kritiek van ja, er zijn hier twee Belgische bedrijven, Mediahuis en DPG Media, die alles hier in Nederland aan het bepalen zijn. Ik ben eigenlijk fier dat wij in Vlaanderen niet alleen kleine spelers hebben, maar ook eigen Vlaamse spelers die in het buitenland actief zijn. En ik hoop dat dat ook in de toekomst het geval kan zijn. Ik hoop dat die grote bedrijven sterk blijven, dat ook onze kleine spelers kunnen groeien, maar vooral dat die Vlaamse sector echt een competitief voordeel zal hebben, doordat het toch meer is aangepast aan die digitale context. En ik denk dat we daar als Vlaamse overheid ook een belangrijke rol in hebben in relance. In relance gaat het over duurzame investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, maar ook, dat is een van de kernprioriteiten van de Vlaamse overheid, dat is digitalisering. En het is net in de mediasector dat zo bepalend is. Kijk bijvoorbeeld naar het recente Digimeter-onderzoek. Daaruit blijkt dat we veel meer nieuws consumeren, veel meer media consumeren via onze smartphone. Dat is een evolutie die zich alleen nog maar zal versterken de volgende jaren. En wij moeten zorgen dat onze Vlaamse mediabedrijven, groot en klein, daar de grote voortrekkers van zijn en daar eigenlijk topkwaliteit kunnen blijven aanbieden, aangepast aan die nieuwe tendensen. U gebruikte daar straks ook het woord mediawijsheid. Is er een soort van samenwerking ook met onderwijs om jongeren te leren omgaan met concepten zoals fake news en dergelijke, om die daar ja, mediawijzer in te maken, zodat ze meer zelf alert kunnen zijn op zoiets? Ja, dat is het geval. En in dat verband zijn er twee zaken die ik extra in de kijker zou willen stellen. Eerst is dat we binnen IMEC, binnen de Vlaamse overheid, een ondersteuning hebben voor het kenniscentrum Mediawijsheid. Dat is onze structurele partner. Daar hebben we ook extra in geïnvesteerd het afgelopen jaar. En zij hebben met de verschillende sectoren, want Mediawijsheid is natuurlijk belangrijk voor alle leeftijden, voor jong en oud. Maar ze hebben ook met onderwijs sterke samenwerkingen. Er is ook in partnership met de VRT zijn er eduboxen die ontwikkeld worden, die eigenlijk voor interessante pakketten zijn voor leraars om les te geven, zeer toegankelijk rond zaken als artificiële intelligentie, disinformatie en dergelijke meer. Dus dat is een eerste, dat kenniscentrum. En het tweede is ons project Nieuws in de Klas. Vroeger was dat Kranten in de Klas, waarmee we vanaf de laatste jaren van het basisonderwijs en ook in het secundair onderwijs, alle jaren,
dat we eigenlijk nieuws binnenbrengen, media binnenbrengen. En bijvoorbeeld desinformatie speelt daar een grote rol in. We hebben ook 1 miljoen euro extra voorzien voor mediawijsheid in het kader van onze relanceplannen. En op dat vlak gaan we ook rond nieuws in de klas gaan we zorgen dat dat nog meer is afgestemd op die digitale context. Hè. We hebben daar nog altijd papieren kranten die in de klas komen, maar we hebben ook digitale abonnementen en we hebben ook de plaats van social media daarin. Dus daar willen we ook extra in investeren. Als ik even inpik op het stukje digitale transformatie, u noemde daar ook in het verbeteren van de vindbaarheid en de zichtbaarheid van de content. We weten ook dat een van de problemen in de hedendaagse nieuwsconsumatie is dat de bubbelvorming is. Hoopt u dat er projecten zullen komen die net daar rekening mee houden en daar werk zullen van maken, dat in vindbaarheid en in zichtbaarheid de informatie zodanig gaat ontsloten worden dat informatiebubbels gaan doorbroken worden? Ja, dat is absoluut het geval en ik hoop dat daar inderdaad nieuwe projecten komen. Dat is een van de problemen van deze tijd, die informatiebubbel. Of het nu is op Facebook, of je nu op Twitter zit, of op Instagram. De algoritmes van de grote spelers bepalen dat je vaak een beetje gevangen zit in je eigen interessesfeer. Ook bijvoorbeeld op Spotify, iets als Spotify, zie je dat men daar rekening mee houdt. Hè. Je gaat, als je een bepaalde muziekkeuze hebt, Spotify zal via de algoritmes daar suggesties doen. En vaak zit dat in de eigen bubbel, maar ze proberen ook meer en meer daaraan wat men noemt smaakverbreding te doen. Zorgen dat je niet alleen binnen de strikte grenzen van je eigen smaak en je eigen informatiebubbel blijft, maar dat er suggesties komen die misschien verrassend zijn, die je misschien niet op het eerste zicht iets zeggen, maar die wel interessant te kunnen zijn. En dat is ook wat onze media moeten doen. Smaakverbredende algoritmes, dat is iets wat prominent bijvoorbeeld in de beheersovereenkomst van de VRT staat, publieke omroepalgoritmes. Maar dat is eigenlijk iets wat voor elk mediabedrijf interessant is. Want je klant kan je goed bedienen als je die interessant nieuws of interessante informatie brengt die aansluit bij de interesses, maar je zal die echt maar duurzaam kunnen aan u binden wanneer er soms ook suggesties komen waarvan die klant zegt op het eerste gezicht, tja, daar had ik niet aan gedacht of dat zou ik normaal niet lezen, maar eigenlijk, als ik het eens bekijk, dit vind ik wel bijzonder relevant, ik leer iets nieuws bij. En dus die smaakverbreding, wat men soms met een moeilijk woord serendipiteit noemt, de mogelijkheid om iets te vinden zonder dat je er naar aan het zoeken bent, dat is iets wat rond die algoritmes echt belangrijk is. En ik hoop effectief dat mediabedrijven ook daar zullen innoveren en projecten zullen komen die daaraan bijdragen. Ik denk dat we als media een belangrijke taak voor ons hebben liggen, dat het heel boeiende tijden gaan worden. Op welke termijn wordt deze relance voorzien? 35 miljoen, is dat te besteden binnen een bepaalde termijn? Is dit nog allemaal uit te voeren binnen deze legislatuur? Ja, de filosofie van de relance is natuurlijk om een krachtige economische heropleving van de Vlaamse economie te hebben de eerste jaren na de coronapandemie. We hebben gisteren een beslissing gehad van het overlegcomité die echt perspectief geeft op het einde van die pandemie, op het Rijk van de Vrijheid. Hè. En dus het is wel degelijk de bedoeling om die heropstart, die relance, onmiddellijk te starten dit jaar en volgend jaar. Tuurlijk, wat de uitvoering betreft, ja, sommige van die projecten zullen misschien over 10 jaar lopen, maar wij willen vooral investeren in die opstart, de eerste jaren, tussen nu en het einde van de legislatuur, maar toch met een echte krachtige opstart dit jaar en volgend jaar. En we rekenen erop dat dan ook duurzame effecten kunnen hebben, want dit zijn natuurlijk eenmalige middelen. Dat betekent dat we de mediasector ondersteunen voor bepaalde technologieontwikkeling, maar dat de recurrente, de terugkomende kosten wel uiteindelijk gedragen zullen moeten worden door de sector sector zelf. Uiteindelijk, u heeft er al naar verwezen, we willen als overheid niet in de plaats komen van mediabedrijven. We willen zeker ook niet mediabedrijven structureel aan subsidies verbinden. Ik denk dat ook de kracht is van onze mediasector in Vlaanderen. Dat er bedrijven zijn die een sterk eigen businessmodel hebben, die niet afhankelijk zijn van subsidiëring en die de volle een taak kunnen opnemen van onafhankelijke journalistiek. En dat is belangrijk, vandaar dat we die korte, maar krachtige impuls de eerste jaren voorzien met de Vlaamse relance.
Zeer interessant. Dank u wel, meneer de minister, om dit allemaal toe te lichten in de podcast van Doorbraak. Wij zullen ons best blijven doen om ook met deze podcast door te gaan en nieuws te blijven brengen. Niet alleen over uw beleidsdomeinen, maar we houden natuurlijk alle beleidsdomeinen van de Vlaamse en federale regering in de gaten. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf ons volgen en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.